Het Groene Hart, midden in de Randstad, tussen de steden Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Amsterdam en Utrecht. Met zijn karakteristieke veenweidegebieden en plassen. Sinds 2020 is het onderwerp van de Nationale Omgevingsvisie. Maar wat is de toekomst van dit unieke landschap? Verdwijnen straks de boeren? Worden we de recreatieve speeltuin van de grote steden? Of maken de weilanden plaats voor windmolens en woningbouw? Sinds vorige week is er veel te doen rondom het stikstofdossier. Een groot deel van de agrarische sector moet verdwijnen. Ook in het Groene Hart. Een van die boeren is Jaco Kastelein uit de Meien. Wat is het hier ongelooflijk prachtig in de Meien? Ja, Meien is natuurlijk het pareltje van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zeker. Het is hier schitterend mooi. Ja, misschien is het wel een van de meest mooie geheime plekjes. Meandert zo tussen Bodegraven en Woerden. Ja. Hoeveel boeren zitten hier eigenlijk? Als je het hele gedeelte Meien neemt, want we hebben natuurlijk een Bodegraafs gedeelte en we hebben een stukje Zegveld wat bij Woerden hoort en een Nieuwkoopse, zitten er op dit moment volgens mij nog 16 of 18 boeren daar zo'n beetje. Dat zijn best heel veel boeren. Ja. Ja. Nou is er heel wat aan de hand in Nederland. Jij bent, behalve dat je in de politiek heel erg actief bent, ben je zelf ook boer. En hoe lang is dit bedrijf eigenlijk in handen van jouw familie? Vanaf 1957, dus dat valt op zich nog wel mee. Ja. Mijn vader had een bedrijf in Zegveld en dat was te klein. En toen kwam dit bedrijf beschikbaar en daar is hij in 1957 naartoe verhuisd. Ja. En in 1980 kwam ik van school af en toen ben ik thuis gaan werken. En in 1985 heb ik het van mijn vader overgenomen. Ja, maar jullie zijn al generaties na generaties in het boerenbedrijf, ja, zeg maar. Ja, klopt. Wat is er aan de hand? Misschien kan je het heel eenvoudig uitleggen. Het gaat over stikstof. Ik dacht vroeger, stikstof, dat is goed voor planten. Ja, dat is het ook. Stikstof heeft een hele slecht imago op dit moment. Maar stikstof is gewoon een onderdeel van ons leven. Hè? Wij kunnen niet zonder stikstof. Dus. We kunnen dus niet zonder stikstof. Maar in de hele discussie gaat het om verschillende vormen. Ieder met zijn eigen nadeel. In de industrie, verkeer en het vliegverkeer komt NOx vrij. Een schadelijke vorm voor onze gezondheid. In de veehouderij gaat het om ammoniak, NH3, die de groei van planten juist stimuleert. Maar het probleem is dat sommige soorten minder stikstofgevoelig zijn dan andere soorten. Zo gaan brandnetels en grassen juist harder groeien van stikstof, waardoor ze andere soorten overwoekeren. Vroeger bleven die natuurlijke habitats in stand, ondanks dat we veel depositie hadden, maar toen werd er overal geoogst. Als je nou hier achter me ligt, Nieuwkoopsplassen, en dan had je de rietlanden en het riet werd geoogst. En het veenmos werd geoogst voor de tuinders in Boskoop voor de kerststukjes. Ja. En op die manier, doordat je dan dus als het ware stikstof oogst en met de planten mee het gebied uit, bleef die habitat in stand. Helder. En wat is er dus gebeurd? Op een gegeven moment rendeerde dat niet meer. Men wilde dat riet niet meer hebben. Men wilde de veenmos, vonden ze niet meer interessant. En toen dachten ze van, dan gaan we met onze armen op de rug toestaan kijken hoe goed dat gaat ontwikkelen. Ja. En dan zie je dat de stikstof gaat ophopen in die veengronden, in het moeras. Ja. En dan zie je dus dat dat habitattype verdwijnt. Ja, dus dat stikstof slaat eigenlijk neer in die moerasgronden. En omdat we daar geen planten meer laten groeien, in dit geval riet, wat we dus weghalen, blijft het daarin zitten en wordt de balans verstoord. Ja. Ja. Wat zijn dan die Natura 2000 gebieden? Want die liggen hier toch ook achter? Ja, dat is de Nieuwkoopsplassen is een Natura 2000 gebied. Ja. En daarvan zegt Brussel, die hebben jullie aangemeld. En je moet ook zorgen dat die in een goede staat van instandhouding is. Ja. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin bepaalde dieren en planten in hun natuurlijke omgeving worden beschermd. In Nederland zijn 162 Natura-gebieden. De Nieuwkoopse plassen en een deel van de Reewijkse plassen maken hier deel van uit. Nou zeg je iets heel opmerkelijks, want dat is namelijk ook een kritiek die je veel hoort. Die hebben wij aangemeld. Dus uiteindelijk al die Natura 2000 gebieden die we in Nederland hebben, die hebben wij zelf gecreëerd, die hebben wij zelf aangemeld.
Ja, dat klopt. Kijk, en eigenlijk de gedachte daarachter was, als we nou heel veel gebiedjes aanwijzen. Ja. En we nemen dan ook nog even de hele, de zware natuurdoelen, de bijna, hè, de ambitie, ja, bijna niet in stand houdende natuurdoelen. Ja. Dan gaan wij in de toekomst veel geld uit Brussel krijgen om dat in stand te houden. Hebben we onszelf enorm in de vingers nu gesneden? Dat kan je wel stellen, ja. Ja, ja. Want dat blijkt wel uit jouw verhaal. Hè? We hebben het beste jongetje van de klas willen zijn. Ja. We hebben zoveel mogelijk natuur aan willen wijzen. Want dan raken we, krijgen we veel geld. Ja. En nu hebben we een probleem. Ja, klopt. Ja. En nu zegt Brussel, je hebt het zelf aangeweld. Ja? En je hebt in 2015, 16 heb je nog een check kunnen doen. En toen hebben jullie er eigenlijk nog op zitten plussen. En dat we nu tegen jullie zeggen van je moet zorgen dat je de instandhouding voor elkaar hebt, dat leg aan jezelf. Dus Brussel zegt niet, wij moeten wat op stikstof doen. Ja. Nee, Brussel zegt enkel, zorg dat die natuurgebieden in de goede staat van instandhouding zijn. Dat is de criteria. Eigenlijk is stikstof uitgevonden als een duizend dingen doekje. Vertel, dat klinkt interessant. Nou, wij geven schuld aan de stikstof. Ja. En daar lossen we alles mee op als we dat inperken. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Nee. Want in heel veel natuurgebieden zijn er problemen met de waterhuishouding. Op die manier, ja. En er zijn problemen met, laten we zeggen, met hoe doe je het beheer? En hebben we jarenlang veel te weinig beheer gedaan? Achterstallig onderhoud. En laten we zeggen, Nederland is opgebouwd. Het is allemaal cultuur natuur. Ja. Dus we hebben er allemaal met onze handen aangezeten tot wat het is geworden op dit moment. Ja. Nou, wat je zegt vind ik een hele leuke opmerking. Want wat ik toen ik jong was, weet je, als je naar buiten ging, het land in, het boerenland in, ik zeg het eigenlijk al, de natuur in. De boer was natuur. Hè? Ja. Vroeger. Ja. En nu is de boer ineens de vijand van de natuur geworden. Ja, dat beeld is gecreëerd, laten we dat eerlijk wezen. Zeker. Ik denk dat de meeste boeren heel veel oog voor de natuur hebben. Ja. En soms ook wel dingen zien veranderen in het landschap waar ze echt van balen. Hè. Laten we zeggen de achteruitgang van de weidevogels. Ja. Wat ook heel breed een oorzaak heeft. Nou, ben jij van het CDA? Ja. Het CDA heeft best lang aan de knoppen gezeten in Nederland. Er zitten ook heel veel boeren, agrarische kern in. Hebben jullie dat zelf niet doorgehad? In het traject vanaf 1992 de aanmeldingen in Brussel geplaatst vonden. Ja. Totdat wij in 2000 enig zicht daarop kregen als maatschappij wat de consequenties ervan waren. Zijn we met z'n allen heel naïef geweest. Ja, het verschil tussen hoe een boer naar de natuur kijkt is een andere als, laten we zeggen, een provincie en overheid. Ja. Een overheid kijkt eigenlijk door de bril van een adviesbureau. Ja. En allemaal, er komen stapels rapport op tafel en dat is het. Ja. En wij merken zelf wel in de discussies die wij hier rondom Nieuwkoop hebben, dat gebiedskennis, dat vinden ze maar lastig. Het zijn mensen die achter een bureau bepalen eigenlijk wat we moeten doen. Hoe is de sfeer hier onder de boeren op dit moment? Die is geladen, die is gespannen. Ja. Ja. Ja, laten we daar eerlijk in wezen. De brief van de minister van vorige week heeft er hier heel hard in gehakt. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Het kan mij voorstellen, want je komt natuurlijk aan iemands leven. Hè? We hadden het er net al over. Je bent hier generaties aan het bouwen. Ja. Hier iets korter, maar eerst op een andere plek. En er komt gewoon ineens een minister of een regering of een overheid. En die zegt, jongens, we gaan het allemaal doen, anders doen. Ja. Hoppatee, boeren, stop er maar lekker mee. Ja. En dat is gedreven doordat wij oogkleppen opzetten en wij zeggen van stikstof is het probleem, we gaan stikstof oplossen. Ja. En alles wat daar, wat dat voor consequenties heeft, daar kijken heeft men we naar. Onvoldoende in beeld. Ja. Wat ik ook begrepen heb, en dat maakt het misschien voor boeren ook extra wrang, er is ook heel veel druk geweest op de boeren de afgelopen jaren om te innoveren, om te investeren. Ja. Nou, zoals ieder bedrijf komt daar heel vaak ook leningen, banken bij te maken. Als er onteigend zou gaan worden, dan krijgen jullie geld. Hè? Zo werkt dat, een schadevergoeding. Laten we hopen dat dat niet gebeurt op deze manier. Maar veel boeren zullen dat direct naar de bank moeten gaan brengen. Dus uiteindelijk blijft er heel weinig over. Nou ja, dat is natuurlijk het dilemma. Hè? Bedrijven zijn best zwaar geïnvesteerd. Precies. En, de meesten hebben een lening, laat maar eerlijk wezen, van een miljoen of meer. Ja. Zeg maar gerust, aan elke keukentafel van een boer is al 3 jaar lang het gesprek stikstof. Ja.
En met de kleine kinderen en al. Ja, maar je staat machteloos. Ja, klopt. Het overkomt je. Je hebt er geen invloed op. Ja. Hebben we jullie nodig om gewoon te kunnen eten? Vlees, melk, eieren, kaas, noem het maar op. Ik denk dat iedereen die denkt dat je zonder boeren kan leven, ik word geen twee dagen, kan niet in stand blijven. Hè? Ik zeg wel eens 3 keer op een dag ben jij met een boer bezig, want je eet 3 keer op een dag. Of het nou een akkerbouwer is, of dat het nou een kippenboer is, of dat het nou een melkveehouder is. Jij hebt ze gewoon allemaal nodig. Ja, nu zeggen mensen tegelijkertijd van ja, maar 80% van wat geproduceerd wordt gaat naar het buitenland. Ja, en 800 miljoen mensen op deze aardbol hebben onvoldoende eten. Ja, ja? Dus ook een opdracht naar het buitenland toe, als wij stoppen, dan... Ik vind hem... Kijk, je kan best discussie voeren over hoe wij het hier met elkaar doen. Ja. En je kan een discussie voeren over van... Doen wij het schoon genoeg? Doen we het goed genoeg? Kan het nog schoner en kan het nog beter? Die discussie moet je met elkaar voeren. En niet vanuit bovenaf opleggen. Die moet je samen met de sector voeren. Maar dat je je eigen in een luxe positie denkt te begeven in zo'n rijke delta, dat je enkel voor je eigen bevolking voedsel moet produceren en dat je zegt van joh, ik heb mijn schelen al worden dat er 1 miljard mensen die honger hebben, vind ik moreel onverantwoord. Wij zijn niet het probleem, wij kunnen een onderdeel van de oplossing zijn. Ja. Dat is de achterliggende gedachte waarom dat boeren eigenlijk zo falikant tegen dat top-down benaderen van de overheid zijn. De ambtenaren in Den Haag die hebben een agenda. Die zitten ze in te vullen over onze rug heen. Ja, en ze zijn ons liever kwijt als rijk. Ja. Dat gevoel hebben we. Terwijl wij zeggen, van wij kunnen een heel groot gedeelte van de oplossing zijn. Ja. En werk met ons samen. Geef ons de ruimte. Ik zie de emotie bij je. Begrijp ik. Dank voor dit gesprek en ongelooflijk veel sterkte. Ja, dank je. En jij ook veel succes, hè.